Ja, en wat hoort er nou beter bij de zomer dan een festival? We hadden gisteren een pretpark. Ja, festival. Laten we eens een festival tekenen. Zo'n podium, speakers, PA-tent, eetkraampjes, foodtrucks. Misschien ook nog. Misschien kunnen we een foodtruck tekenen. Ja, laten we het een festival gaan tekenen. Doe je mee? Ja, gisteren hadden we pretpark, nu hebben we festival. Ja, hoe teken je nou een festival? Nou ja, dat is in ieder geval een groot podium. Laten we dat eerst eens even tekenen. Zo. En ja, daar zijn dan optreden. Nou, het is bijna niet te doen, maar het is heel groot, hè. Dus je hebt hier zo'n, bijvoorbeeld een drumstel staan. Hier een batterij met boksen. En hier dan ook, natuurlijk. Allemaal speakers. Het geluid goed het veld op te krijgen. Nou, ga ik ook nog wat LED-schermen. En vaak ook nog van allerlei andere. Dat op je achterste drumstel. Hoppala. Heel slecht drumstel dit, maar goed. Hier moet dan natuurlijk hetzelfde plaatje te zien zijn. Goed. Ja, hier hangen natuurlijk allemaal lampen. Nog alles en nog wat. Van die trusts, of wat zijn het? Ja, die... balken zo. Om het allemaal goed uit te lichten. Hier aan de zijkant waarschijnlijk ook nog. Ja, het is altijd heel, heel groot podium, hè? Dus heel moeilijk om te zien wat er allemaal staat. Hier op het podium staan ook nog van allerlei voorop staan nog die monitors natuurlijk. Zo'n podium. Die staan hier dan ook zo. Hoppa. En dan, ja, je hebt natuurlijk het publiek. En dit is een hele mooie manier om publiek te tekenen zo. Je gaat dan steeds kleinere bolletjes, halve bolletjes zeg maar, hoe ver die je naar voren komt. Hiervoor zijn het misschien alleen nog maar puntjes zo. Mensen.
Ja, je ziet wel, dit is een heel druk bezocht festival. Nou goed, bedenk zelf, er is natuurlijk voor nog meer dingen te verzinnen bij een festival. En je hebt soms nog vuurwerk wat erbij wordt afgestoken. Nou, ik zou zeggen, ga zelf nog wat verzinnen bij je festival en dan zie ik jullie morgen in de volgende video.